breakfast cheese. Stan. Ik woon in Noordwijk. Dat ligt aan het strand. Gelukkig maar, want ik hou enorm van kitesurfen. Dat is vliegeren met een surfplank aan je voeten. Het is de bedoeling dat je door de wind omhoog getrokken wordt en dan allemaal vette trucjes doet. Hoe harder de wind, hoe hoger ik kan springen. Maar hoe ontstaat wind? Kan ik er proefjes mee doen? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik nog hoger de lucht in wordt getrokken? Vandaag gaat Foolproof over wind. Maar niet zonder mijn supersterke vriend. Dit is Johan, de sterkste man van het strand. Johan houdt ook van vliegeren. Tijd voor de eerste proef. Als je van vliegeren houdt, is het belangrijk om te weten hoe hard het waait. Daarvoor heb je een windmeter nodig. Knip 3 even grote rondjes uit papier. Zorg ervoor dat ieder rondje een andere kleur heeft. Maak van de rondjes hoedjes. Schuif de hoedjes om een driehoek en prik het met een spijker aan een stokje. Klaar is de windmeter. Even testen. De meter werkt als volgt. Neem een stopwatch en tel hoeveel rondjes de hoedjes draaien in 1 minuut. Hoe harder het waait, hoe meer rondjes die draait. 77. 78 rondjes per minuut. Je mag zelf verzinnen of dat veel of weinig is. Als je dit een paar dagen achter elkaar doet en het ook steeds opschrijft, krijg je een idee van de wind. Johan? Ja, je kan het ook met paraplu's proberen. Hoe hard waait het bij jou? Veel te hard. Op deze beelden waait het niet. De rook uit de schoorsteen gaat recht omhoog. De kracht van de wind wordt uitgedrukt op de schaal van Beaufort. Dit is windkracht 1. Je ziet dat de wind de rook uit de schoorsteen meeneemt. Aan de rook kan je dus zien dat er wind is. Bij windkracht 4 bewegen de boomtoppen en gaat je haar in de war. Bij windkracht 7 is het lastig om tegen de wind in te lopen. En bij windkracht 12, de zwaarste wind die er is, worden complete huizen verwoest. De tweede proef. Wind is bewegende lucht. Maar lucht kan je niet zien. Maar het is er wel. In deze strandbal zit nu 1000 liter lucht. Dit is dezelfde strandbal, maar nu zonder lucht. Welk van de twee ballen is het zwaarst? Eens kijken of we dat kunnen meten. Ja, duidelijk. De gevulde strandbal is zwaarder dan de lege strandbal. Sterker nog, de gevulde strandbal weegt ongeveer net zoveel als 1 pak suiker. Even checken. Ja, ze zijn in evenwicht. Maar kijk eens omhoog. Hoeveel lucht zit er boven ons hoofd? Dat zijn veel strandballen. Tijd voor de volgende proef. Kan je met lucht dit plankje breken? Nee, zo gaat het niet. Leg het plankje op de rand van een tafel en leg er een krant overheen. Sla nu met je hand op het uitstekende deel. Krak! Een strandbal lucht weegt ongeveer 1 kilo. Er zitten wel kilometers lucht boven ons.
Daardoor drukt op elke vierkante centimeter van de krant 1 kilogram lucht. Op de hele krant drukt dus wel een paar honderd kilo lucht. Dus als je op een plankje slaat, houdt de lucht een deel van het plankje tegen. Het plankje breekt. De luchtdruk is niet overal en altijd gelijk. Op aarde zijn er hoge en lage drukgebieden. Misschien heb je dit soort kaartjes wel eens gezien. Hier in Nederland wisselen de hoge en lage drukgebieden elkaar af. Daarom is het hier nooit hetzelfde weer. Maar wat hebben die luchtdrukgebieden nu met wind te maken? Dat is heel simpel. In deze pomp zit lucht. Als ik de hendel naar beneden duw, wordt de lucht in de pomp samengedrukt. Er ontstaat een hoge druk. Om ons heen is de druk lager, dus blaast de lucht eruit. Het is maar een beetje, maar dit is wind. Op aarde gebeurt precies hetzelfde, maar dan in het groot. Lucht stroomt van hoge naar lage drukgebieden. Dat voel je. Dat is wind. Hoe groter het verschil tussen hoge en lage luchtdruk, hoe harder het waait en hoe meer trekkracht mijn vlieger heeft. Dan kan ik gave trucjes doen. Proef 4. We gaan zelf wind maken. Johan, lukt het jou om dit kaartenhuis omver te blazen en wel van 5 meter afstand? Lukt het niet? Ik kan het wel. Zaag een gat in een emmer. Wij hebben een grote emmer, maar het kan ook met een kleine. Neem een stuk afdeksel en maak dit vast met een spanband. Klaar! Even mikken. Ja, ik schiet het kaartenhuis omver. Als ik nu wat rook in het kanon doe, kan ik goed zien hoe het werkt. Als ik op het zeil sla, dan wordt de lucht in de emmer samengedrukt. Die samengedrukte lucht komt er door het gat uit. Je ziet het als een ring van rook. De samengeperste lucht zorgt voor een lokaal windje. Die blaast het kaartenhuis omver. Proef 5. Kan je de luchtdruk ook meten en wat heb je daar dan aan? Neem een koker, span daar een ballon op en maak er een houtje aan. De meter is klaar. Maar doet hij het wel? De luchtdruk in de koker blijft gelijk. Als de luchtdruk buiten de koker hoger is dan in de koker, wordt de ballon ingedrukt. Het houtje beweegt omhoog. Als de luchtdruk buiten de koker lager wordt, beweegt het houtje naar beneden. Meestal betekent dit dat er slecht weer op komst is. Dat wil zeggen regen, maar ook wind. Lekker kiteweer dus. Hier in Nederland maken we al heel lang gebruik van de wind. De wieken van de molen vangen de wind. Die gaan draaien. Binnenin de molen zorgt het ervoor dat deze stenen gaan draaien. Daar wordt meel mee gemalen. En daar kan je weer lekker brood van bakken. Tegenwoordig zijn windmolens veel groter. Want hoe groter ze zijn, hoe meer wind ze vangen. Ze worden gebruikt om elektriciteit te maken. Er staan hele parken op zee. Eén zo'n molen maakt genoeg stroom voor 1700 huishoudens. Dit zijn 72 molens bij elkaar. Dat is dus genoeg voor een hele stad. En dat allemaal dankzij de wind. Je kan ook goocheltrucjes doen met wind. Neem een fles en hou hem horizontaal. Leg een propje papier in de hals van de fles. Wat denk je dat er met het propje gebeurt als je in de fles blaast? Het propje springt uit de fles. Als je in de fles blaast,
neemt de luchtdruk in de fles toe. Die wordt dan hoger dan de luchtdruk buiten de fles. Het propje wordt eruit geduwd. Nog een trucje. Neem een glas, leg er een speelkaart op en hou een klein spleetje over. Leg een munt op de kaart. Probeer de munt in het glas te blazen. Nee, zo lukt het niet. Maar wel als je even kort in het spleetje blaast. Daardoor neemt de druk in het glas toe. De speelkaart wordt aan één kant opgetild. De munt glijdt in het glas. Proef 8. Probeer een ei uit een eierdopje in een ander eierdopje te blazen. Het kan misgaan, dus neem wel een hardgekookt ei. Het lukt als je langs het ei in het dopje blaast. Ploep, daar gaat-ie. Er zit een klein spleetje tussen het ei en het dopje. De druk onder het ei neemt toe. Dat zorgt ervoor dat het ei wordt gelanceerd. Hoe harder het waait, hoe hoger ik kan springen, hoe gavere trucjes ik kan doen. Maar vandaag waait het niet zo hard. Ik heb een grotere vlieger nodig om meer wind te vangen. Nu heb ik Johan op pad gestuurd om voor mij een grotere vlieger te regelen. Johan, wat heb je nou meegenomen? Wow, wat is dit? Het lijkt wel een monster. De vlieger heeft een enorme trekkracht. Het is een van de grootste vliegers ter wereld. Johan, als ik hiermee ga kiten, dan word ik naar de andere kant van de wereld geblazen.